De Prostaatkankerstichting Suriname heeft gisteren een voorlichtingsavond gehouden met als thema Prostaatkanker, vergroot je overlevingskansen. Ervaringsdeskundigen hebben hun verhaal gedeeld met het goed opgekomen publiek. Ook is er informatie verstrekt over deze ziekte. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en verkeert net als alle andere vormen in de taboesfeer. In Suriname is er nog veel onwetendheid over deze ziekte en de gevolgen voor de patiënt en hun directe sociale omgeving. Hierdoor heeft de gemeenschap geen notie van de impact die prostaatkanker heeft op personen bij wie deze ziekte is ontdekt. Daarom is het belangrijk om naast de strikt medische kant van het verhaal ook de opvang, begeleiding, voorlichting en belangenbehartiging van deze patiënten in ogenschouw te nemen. Dit zegt Chas Warning, voorzitter van de stichting en kankeroverwinnaar. Hij geeft verder aan dat zijn wereld op zijn kop keerde toen de diagnose bij hem werd gesteld. Ik heb toen een toezegging gedaan aan de specialisten die toen om mij heen waren. Dat waren Walter Rier, Jimmy Fernandez, Inkrootje van Erasmus Universiteit. In elk geval, ik maak even een stapje verder. Ik heb ze toen beloofd dat als ik gestabiliseerd ben, dat ik mijn kennis, kunde, ervaring beschikbaar zal stellen voor anderen die ook gediagnosticeerd worden. Nou, ongeveer anderhalf jaar geleden, Kees, of een jaar geleden, kreeg ik een telefoontje van Jimmy Fernandez, de uroloog, die in Nederland actief is en regelmatig hier naar Suriname komt. Om te werken. En die zei, Charles, de Prostaatkankerstichting Nederland die wil naar Suriname komen en die vraagt of jij een bijdrage zou willen leveren om een stichting hier, een patiëntenorganisatie op te zetten. Nou, als je iets toezegt moet je het nakomen, dus ik heb geen nee gezegd. Maar ik heb gezegd, ik heb wel wat bedenktijd nodig. En bedenktijd resulteerde dat ik eerst in mijn directe omgeving wat mensen ben gaan zoeken, met wie je gelijkgezind bent. Ze zijn helaas vanavond niet allemaal hier aanwezig vanwege hun werkverplichtingen. En we zijn toen met 3 man gestart. En 1 januari jongsleden hebben we formeel opgericht de Prostaatkankerstichting Suriname. Chas Warning, voorzitter van de Prostaatkankerstichting Suriname. Deze patiëntenorganisatie zal zich inzetten om prostaatkankerpatiënten te registreren. Voorts wil zij werken aan de bewustwording over deze ziekte middels goede voorlichting. De stichting wil op haar manier ook een bijdrage leveren aan de topzorg voor deze patiënten.